Ik ben Bas Beukers en ik ben de bedenker van Het Vriendje. Het Vriendje is een project wat we een aantal jaren geleden zijn begonnen. En met name om kinderen, jongvolwassenen die in een ziekenhuisomgeving zitten, om die weer virtueel naar buiten te brengen. En wat we vandaag een beetje gaan doen is dus dat er een vriendjecamera hier in het hok achter mij neergezet gaat worden. En mensen in SNL, dat is een verzorgingshuis in Roosendaal, die hebben vandaag de unieke mogelijkheid om mee te kijken hoe de pinguïns hier gevoerd worden. En daarbij het gevoel krijgen dat ze daadwerkelijk tussen de pinguïns staan. Hi, ik ben Tim. Hoi, ik ben Jip. Wij zijn van Team Mobile en gaan vandaag de cliënt van SNL Zorg live in verbinding brengen met Virtual Persons. Oké, we zijn zojuist aangekomen bij de SNL locatie. De brillen zijn geïnstalleerd en we gaan zo beginnen. Ik ga zo meteen tijdens de livestream de pinguïns eten geven. Dus ik kom het verblijf inlopen met een grote emmer vis. En iedereen die zin heeft om te eten, die komt bij mij en die geef ik een vis. En dat mensen er thuis ook van kunnen genieten, dat vind ik wel heel leuk. Zeker in deze tijd nu de dierentuin gesloten is. Vriendje wat op dit moment bij diverse zorginstellingen en ziekenhuizen ingezet om te gaan kijken waar doet het nou daadwerkelijk echt goed. Nou, wat heb je daar onder andere voor nodig is natuurlijk de hard en software, dus het vriendje poppetje. Maar verbinding in deze is ook ontzettend belangrijk. Want zonder een livestream of zonder een 5G of 4G verbinding gaat vriendje niet werken. Dus voor ons is het van essentieel belang dat we daar een partner in hebben die ons daarbij helpt. En T-Mobile is daar een hele goede in. Ja, ik vond het hartstikke leuk. Je merkte echt dat hij volledig op. En dat aan de hand van die filmpjes en dat betekent ze wel altijd in het achterhoofd te houden, merkte hij echt dat de bewoners het hartstikke leuk vinden om daarmee te kunnen participeren.